Hier zijn we weer. Let the beast go. Er zit geen regelmaat in. Het lijkt een slechte film. Dat zal vooral een artistieke beslissing zijn. Kinderen. Hou je vast. Oorlog. Boom. Het zal bruut worden. We leven in een maatschappij. Dat is evident. Ik wil weg. Einde citaat. Votre vie va devenir impossible. Ah, vous êtes qui vous? Twee betogers naar het ziekenhuis. Schrijnende toestanden. De bedoeling is... Kerstfeestje hier. En daarbovenop de coronapandemie. Ik vind dat niet ook... Et l'autre soir. Om mensen te gaan verplichten om zich te vaccineren. Kust wij een kloten. Dat zal zeker een probleem zijn. Wil me echt niet laten vaccineren. Waaraan ligt dat juist? Rechtsextremistische groeperingen. De wereld, anno 2021. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar en dit is de Nieuwe Orde. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Het digitale equivalent van een stuk krantenpapier dat aan uw gat bleef plakken. Ik ben even weg geweest, maar hier eindigt het feest. Want ondanks mijn vele inspanningen is er niets veranderd. Meer nog, alles is weer zoals vroeger. Alles is weer zoals vroeger. Dan heb ik het natuurlijk over... dat de macht in Afghanistan terug in handen is van de Taliban. Omdat Taliban nu eenmaal student betekent, volgt nu een korte geschiedenisles over Afghanistan. In de jaren 80 werden ze belegerd door de Sovjets. Een kleine groep extremistische, islamistische strijders vocht terug... I am Malik Malim, the one who cuts the throats of communists. En deze vermeende mujahideen werden gesteund door het Westen. We stuurden zelfs ons geheim wapen. We have lost many men. I don't need many men. Uiteindelijk kregen ze 25 jaar geleden de macht in handen. Mijn excuses voor de muziek. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. De VRT heeft een heel bizar gevoel voor humor. Maar al snel werd duidelijk wat voor mannen dat waren. Daar komt het min of meer op neer. En vanaf 11 september 2001 spraken we enkel nog over... de Taliban regime. Dan begon Amerika een van hun weinig rendabele oorlogen in een land dat niets te maken had met die aanslag. Afghanistan werd een rogue state, zoals Irak, Iran, Korea en Vietnam. Vietnam looks like a masterclass in strategy. In vergelijking met dit natuurlijk. De economie is ingestort en er dreigt een tekort aan voedsel. Maar sommige mannen zijn hier wel voor te vinden, mannen. Je krijgt een sharia, stabiliteit. Eigenlijk is de sharia gewoon verzamelingregels van de islam over hoe te vasten en te bidden. Zelfs onze notoire feministische premier doet mee. Taliban zegt, wij zullen redelijk zijn. Maar hij zou het beter eens vragen aan een Afghaanse vrouw. Ze hebben al bewezen wat hun sharia betekent. Of een Afghaans meisje. Ik haat Afghanistan. Want de gevolgen zijn ernaar. Zelfs de omroep lijkt de misogynie over. Te nemen. De democratie is weg, de mensenrechten, de vrouwenrechten. Zijn vrouwen dan geen mensen, Rudy? Nu hoor ik u al denken. Ja, maar kijk, hebben die Afghanen dan niet aan hunzelf te danken? En je zou niet volledig fout zijn. Echt veel verzet kwamen de extreem-islamisten niet tegen. Hier en daar was er een beetje protest, maar daar kwam snel een einde aan. Betogingen zijn vanaf nu verboden. En het is natuurlijk gemakkelijk om het op de Afghanen zelf te steken, maar het is nog makkelijker om het op Donald Trump te steken. Trump heeft natuurlijk de hele crisis min of meer veroorzaakt. Dit is niet waar. Joe Biden heeft in zijn eerste week de helft van de beslissingen van Trump ongedaan gemaakt. En hier kon hij niets aan veranderen. Nee, het is zijn schuld. Afghanistan political leaders gave up. I stand squarely behind my decision. Dus let's go, Brandon. Er is mij gevraagd om deze mop uit te leggen. NASCAR is de stockauto-race die bijzonder populair is in het midden van Amerika. Brandon Brown is een piloot die na zijn overwinning geïnterviewd werd door de mainstream NBC. Oh my god, it's just such an unbelievable moment. Op de achtergrond hoort je het volk een negatieve slogan over de huidige president skanderen. En dat wil de journalisten direct spinnen. As you can hear the chants from the crowd. Let's go, Brandon. We hebben allemaal gehoord wat ze zeiden. Joe Biden is niet geliefd in flyover country. You know what they say, ho. Let's go, Brandon.
nummer 1 op iTunes. En deze prachtige vertoning vergrootte het schisma in de Verenigde Staten. Johnny Reps moet niet weten van Johnny Biden. Ze roepen al naar de afzetting van Joe Biden. En de Yanks moeten zich zorgen beginnen maken. Een republikeinse kandidaat heeft de gouverneursverkiezingen gewonnen in de staat Virginia. Virginia is de moederstaat van Christian en Charlottesville. Het is het hoge zuiden. De laatste staat die zich overgaf tijdens de burgeroorlog. En het is daar waar Grant en Lee de wapenstilstand hebben ondertekend. En als deze staat verkleurt, kan dat gevolgen hebben voor het hele land. Dan mag je bijna zeggen dat het presidentschap van Joe Biden dood en begraven is. En met het volgende nieuws konden de Democraten ook echt niet lachen. We, the jury, find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. Voor wie het niet meer weet. De zomer van 2020. Kyle Rittenhouse, dan 17 jaar oud, trekt zwaar gewapend naar een gewelddadige betoging in Kenosha. Tijdens een BLM-plunderprotest trok deze jongen naar buiten om zijn buurt te verdedigen. Hij werd vervolgens achterna gezeten door 3 mensen van de goede zaak en hij schoot ze af. Het waren blanke mannen trouwens, ook al doet dat er niet echt toe. Zelfverdediging, oordeelt de jury. Ik oordeel hetzelfde. De beelden spreken duidelijk voor zich. Maar niet iedereen is zo helderziend als wij. Gisterenavond kwamen in tientallen Amerikaanse steden vele duizenden demonstranten op straat. En ook niet zo helder van geest. It really reveals like how broken the system is. Ik hoop dat jij ook eens voor een volksjury moet verschijnen. Want het volk is kwaad. That's what they get for treating us like we're a square gang. En ik voel een burgeroorlog aankomen. Het volgende nieuws is ook internationaal, maar bovenal digitaal. Jack Dorsey stapt op als topman van de online berichtendienst. @Jack, de CEO van Twitter, staat bekend als een fervent tegenstander van het vrije woord. Sceptici roepen al langer om zijn ontslag, maar hij houdt de eer aan zichzelf. Benadrukt Dorsey dat hij zelf beslist heeft om op te stappen. Als David Cage mij iets geleerd heeft, is dat keuze een illusie is. Hij stond al een hele tijd onder druk van de aandeelhouders om Twitter te vernieuwen. Want vernieuwen betekende voor Dorsey Donald Trump verbannen en daarmee de helft van de gebruikers weg te jagen. Het aantal maandelijkse gebruikers van Twitter groeit nog amper. Geniet van uw echokamer. Er was ook meer nieuws in silico. YouTube wil voortaan het aantal dislikes bij filmpjes verbergen. Die dislike-knop is origineel bedacht om het algoritme te leren welke content het u niet moet aanraden. Maar het heeft ook een ander nut. Apparently groups of viewers are targeting a video's dislike button because they don't like the creator or what they stand for. En dan heeft hij het waarschijnlijk over deze video. Ja, it's rewind time. De YouTube Rewind van 2018 staat erom bekend als de meest gedislikte video te zijn op hun eigen platform. Waarschijnlijk omdat Will Smith geen YouTuber is. Want dit gebeurt niet bij oprechte makers. Maar hoe dan ook, bedrijven, gameontwikkelaars, mainstream media figuren en doodgewone slechte makers zullen voortaan beschermd worden tegen een cijfer op een scherm. It's much less likely to cause stress and embarrassment if the count isn't visible to the public. Maar als je geen commentaar wilt van het publiek, waarom zet je je video dan publiek? We hebben nood aan transparantie om het kaf van het koren te scheiden. En deze maatregel beschermt enkel het kaf. De aanvallen op hun tedere gevoelens zullen zich verplaatsen naar de comments, die de sneeuwvlokjes zelf kunnen modereren. Want ze hebben jammer genoeg nooit begrepen dat een like of een dislike hetzelfde is voor het algoritme. Eender welke reactie verhoogt het bereik van de video. In other words, it didn't really matter if a video had a lot of dislikes or not. Kennig genoeg heeft deze video heel veel dislikes gekregen, wat genoeg zegt over deze beslissing. En als je nu afvraagt hoe het komt dat wij de dislikes nog zien, er is een extensie voor Firefox, link in de beschrijving. Maar als jij op voorhand niet weet of de video rommel is, dan moet je kijken en dat levert watchtime op. Ik heb u wel door ze YouTube. And keep in mind, other platforms don't even have a dislike button. Jawel, Reddit heeft een dislike knop en YouTube is in deze plaats een zoekmachine. Je hebt het helemaal verkloot. Is this what you wanted? Fuck
fuck you say to me? Ik haat het monopolie van YouTube, zegt de kerel die zijn video toch op YouTube plaatst. En dan nu nieuws dat we eigenlijk al 4 jaar weten. De Pauw is schuldig aan stalking van 5 vrouwen en een van hen heeft hij ook elektronische overlast bezorgd. Eind 2017, in navolging van de zaak Harvey Weinstein, barstte de zaak Bart de Pauw los. In deze tijden vol migratie gaf de VRT toch een nieuwe betekenis aan grensoverschrijdend gedrag. Want stalking, aanranding of fantastelijkheden, dat had te duidelijk geweest. En dan zou er Bart de Pauw ook niet dit boven het hoofd hangen. Een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel. Het valt evenwel te vermelden dat hij stond terecht omdat hij 13 vrouwen zou hebben lastiggevallen. De Pauw is dus niet over de hele lijn schuldig. Hij is niet eens voor de helft schuldig. Maar daar ging het niet over. Het gedrag van meneer de Pauw is erkend geworden als zijnde strafbaar gedrag. En daar ging het uiteraard over. Daarna winnen is fout. Het ging hier over de VRT die een contract wou breken zonder daarvoor te moeten dokken. Dat is eigenlijk een zakelijk conflict. Dat heeft niks te maken met grensoverschrijdend gedrag. Helaas heb ik hier de woorden van Fatma verdraaid. Voor VRT is hij schuldig, al 4 jaar lang. Zoals Wim een maand geleden nog per ongeluk liet vallen. Een heel confronterende dag voor de vrouwen als slachtoffer. Maar op dat moment was de zaak nog niet bepleit en waren de vrouwen nog geen slachtoffers. Meer dan 60% is niet eens slachtoffer. Dit noemen we vooroordelen. En vooroordelen zijn er genoeg over Bart de Pauw en eigenlijk over de hele cultuursector. Zoals Truffaut het al 50 jaar geleden zei in het Frans. Jan Fabre, dat is het enige dat ik daarover te zeggen heb. Dan gaan we nu door naar het COVID-nieuws. Laten we dan de coronacijfers er nog eens bij halen. Nee, laten we dat vooral niet doen. Iedereen weet het, we zitten in een 4e golf, ondanks de hoge vaccinatiegraad. De patiënten die wij in GZA nu op intensieve hebben liggen, ik heb het gisteren nog nagekeken, die zijn eigenlijk allemaal gevaccineerd. Allemaal de schuld van... Alweer een nieuwe en uiterst besmettelijke variant van het coronavirus. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon. We zitten aan epsilon. De nieuwe omicron-variant. Zijn we nu van de 5e naar de 15e letter gesprongen? Mogelijk zijn er zelfs nog meer. Ja, er zijn 24 letters in het Grieks alfabet. En als dat niet voldoende is, verzint je er maar nieuwe. De nieuwe variant heeft zo net de naam Omicron gekregen. Doet daar iemand eigenlijk ooit een computer open? Maar goed, reden zal volharden, dus wat zegt de wetenschap? Omicron-variant lijkt besmettelijker dan de andere varianten. En is dat gevaarlijk? Maar volgens een Zuid-Afrikaanse epidemioloog hoeven we ons niet meteen zorgen te maken. Oké, maar wat zegt onze viroloog? Dan krijg je een heel besmettelijk verkoudheidsvirus. En een verkoudheid is een pak minder erg dan een griep. Er is dus geen reden tot paniek. En je weet wat dat wil zeggen. Daarom zijn strengere coronamaatregelen nodig. In wezen komt het hierop neer. Dat we terug moeten gaan naar een 100% sluiting van een aantal zaken. En alweer bijzonder slecht nieuws voor. Fitnesscentra, congreszalen, bioscopen, culturele centra of pretparken. Ook dezelfde reden. Omdat de ziekenhuizen momenteel zwaar onder druk staan. Dat het elke dag moeilijker gaat om coronapatiënten en andere zieken te verzorgen. Vraag mij niet hoe oud ik ben, maar als er in der tijd pokken waren in het kamp, dan werd er direct een pesttent geïnstalleerd. En ik kan u 2 ideale locaties aanduiden. Het Sportpaleis en de Lotto Arena. Het is dat. Of je kunt investeren in de zorg, zoals al jaren nodig is. Maar onze regering investeert liever in pasjes. Een coronapas of covid-safety-kit. Ook al vermijdt dat geen besmetting of dood. En is die pas eigenlijk geen slinkse manier om het vaccin toch te verplichten? Ja. Je kan je vrij bewegen. Maar je moet jezelf beschermd hebben zodat je de mensen rond jou ook beschermt. Wat is daar nu slinks aan? De jure kunt je dat vaccin niet verplichten. Maar door niet gevaccineerde mensen uit te sluiten van de maatschappij, kunt je dat de facto wel. Slinks. Het is in zekere zin geen verplichting, maar... Obligation sans lettre. Toch blijft de krol liegen. Ik ben over het algemeen geen voorstander om te veel mensen te dwingen pasjes te moeten tonen. Want anders moet hij toegeven dat
dat de vaccins niet gewerkt hebben zoals ze beloofden. Die vaccins zouden toch die vrijheid brengen. Meer dan 90% van de Vlamingen is op dit moment gevaccineerd. Toch belanden we weer in deze situatie. Maar het is niet dat de vaccins niet werken. We nemen gewoon niet genoeg. Dus is het tijd voor een derde prik of zogenoemde boosterprik. Enkel meer vaccins kunnen nu redden van de Omicron. Omicron. En deze keer is het echt verplicht. Vaccinatieplicht voor het personeel in de zorgsector zal gelden vanaf 1 april volgend jaar. Iedereen die iets met de zorg te maken heeft, wordt verplicht zich te laten vaccineren. Dat lijkt logisch voor zorgkundigen, verpleegkundigen, dat gaat over artsen, dat gaat over logopedisten, kinesisten. Maar het is helemaal niet logisch voor tot en met ook apothekers bijvoorbeeld. Apothekers hebben meestal hun eigen zaak en komen zelden in het ziekenhuis, waar overigens meer volk werkt dan enkel zorgpersoneel. De vaccinatieverplichting geldt alleen voor zorgpersoneel en niet voor wie bijvoorbeeld kon poetsen. Lijkt u dit logisch? Vind je dit aanvaardbaar? Dat vind ik absoluut aanvaardbaar. Het is onaanvaardbaar dat een overheid beslist wat mensen moeten doen met hun lijf. Zeker als je teleurstellende resultaten voorlegt. In het ziekenhuis komen 38 mensen bij die 65-plussers uit de niet-gevaccineerde groep, 103 uit de gevaccineerde. Uiteindelijk zorgt het voor meer verwarring dan bescherming. Een prik van Johnson 2 maanden geleden, van AstraZeneca 4 maanden geleden en voor Pfizer en Moderna de tweede prik 6 maanden geleden. Dus min of meer iedereen is eraan voor de moeite, want niemand is nog voldoende beschermd. In de loop van de tijd is die bescherming wel afgenomen. En zijn de autoritaire maatregelen enkel toegenomen? Vrijheid is afgenomen. De stomste maatregel is vanaf nu mondmaskerverplicht vanaf 6 jaar. Kinderen, broeiharden van pest en pesterijen, moeten voortaan hun smoel bedekken. Maar gaat dat wel werken? De eerste klas die in quarantaine is moeten gaan, was een klas waar ze mondmaskers droegen. Dus we zijn de kinderen gewoon aan het pesten? Het is moeilijk om door te ademen. Of zijn we ze aan het indoctrineren? Het is wel het beste voor corona weg te krijgen. Dus ja, het is toch het beste. Ik heb geen kinderen die ik wil. Daarom vroeg ik het aan mijn pedagoog. Ja, mondmaskers voor snotneuzen vanaf 6 jaar. Dat is een superverspreider van allerlei bacteriën. In hun mondmasker gaan er snottenbellen zitten, gaan er rochels zitten, gaat er afval zijn van chocolade, van melk, van alles. En dan gaan die mannetjes ook nog hun mondmaskers met elkaar verwisselen. Oh, jij hebt een mondmasker van Pokémon. Mag ik dat hebben? Ik zal u mijn mondmasker met K3 opgeven. Zo gaan kinderen besmet raken met alle virale ziektes van de wereld. Dankzij Vivaldi. Enkel als het originele K3 is. Als je nu stoort aan deze maatregelen, zijt je lang niet de enige. 2000 mensen betoogd tegen het coronabeleid. Ruim 3500 mensen betoogd tegen het coronabeleid. Duizenden mensen hebben in Brussel tegen de coronamaatregelen geprotesteerd. Want ook al komt je met een heel legioen. Ze waren met veel, heel veel. 35.000 mensen kwamen betogen tegen de coronamaatregelen. De VRT zal het altijd beter weten. Aren't you scared to infect other people? De schade van vaccins is veel lager toch dan de schade van COVID of niet? Komt het dan dat er nu in de ziekenhuizen alleen mensen liggen die niet gevaccineerd zijn, terwijl de gevaccineerden er niet meer zijn? De meerderheid zijn niet gevaccineerde mensen, dus ik kan dan toch zeggen dat vaccin helpt wel, hè? Ik denk dat dat puur angstzaaierij is. Het gaat de mensen om een fysiek en mentaal welzijn. Maar bij de VRT gaat het enkel over het materieel welzijn. Vrij veel schade in de straten. Er zijn ook 6 politiewagens beschadigd geraakt. Er werd niet eens geplunderd. Geen enkele van deze betogingen was echt geweldig. Deze vorm van geweld is absoluut walgelijk. Jij bent walgelijk. Uw regering is walgelijk. De schade van uw beleid is veel erger dan de ruiten die kapot zijn bijvoorbeeld. En wat mij het meest enerveert is dat alle kritiek op deze neoliberale dystopie toegeschreven wordt aan de VRT's favoriete boeman. Er is een steeds grotere verstrengeling tussen organisaties die zich afzetten tegen de coronamaatregelen en extreemrechtse groeperingen. Nu ben ik het meer dan beu. Ik ga ze tonen, hè. Hier zijn uw extreemrechtse. On n'a pas besoin de pas sanitaire. Je mag protesteren voor het klimaat, je mag plunderen voor BLM, maar uit kritiek op de regering en je vliegt achter een cordon sanitair. Wie zijn hier nu de echte extremisten? Betogingen zijn vanaf nu verboden.
wat hebben we vandaag geleerd? 1. Strengere maatregelen zullen zich blijven opstapelen tot alle vrijheid volledig verdwenen is. 2. YouTube doet alles om zijn makers te beschermen tenzij er een copyright claim is. 3. In Afghanistan was Bart de Pauw vrijgesproken. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit protesterend showke. Ik zie u graag een volgende keer terug. Abonneer op het kanaal, deel deze video en duw op like of... Wie zich ergert kan ook een duimpje naar beneden geven.